Oké, okay, goed mensen. Welkom bij de community call van Trade.be, IT2Profit en Stijn Fairtrader. Wij werken samen om jullie zo goed mogelijk op de hoogte te brengen omtrent zowel blockchain als cryptocurrencies als andere opkomende technologieën. Deze community call wordt op dit moment opgenomen. Indien iemand er iets op tegen heeft, gelieve te reageren in de chat hier onderaan. En dan kunnen wij dat ook stopzetten. Voor sommige mensen is het interessant om deze te herbekijken, daarom dat we deze opname doen. Ik heb dan even Bart bij mij. Voor degenen die Bart nog niet kennen, ga ik even Bart laten voorstellen en wat zijn visie of zijn expertise hierin is. Goedemiddag allemaal, Bart Smets. Wij runnen een cryptocurrencyfonds naast consultancyactiviteiten in de blockchainwereld. Wij beheren vermogens tips vanaf 25k voor individuen, family offices, institutionele investeerders en private banking. Heeft iemand al een vraag voor Bart? Dat is kort samengevat. Wat gaan we vandaag doen? Zowel ik als Bart hebben twee relevante artikelen ingekaderd om te gaan bespreken. Waarna meer het technisch aspect perspectief besproken zal worden omtrent bitcoins, trading range en dat soort zaken. Dus dat gaan we vandaag doen. Als jullie vragen hebben over bepaalde dingen, kunnen deze ook gesteld worden. En dan gaan we jullie daar zo goed mogelijk op antwoorden. Degenen die nu op dit moment niet gemute staan, gelieve even te muten, want dat is voor ons heel storend om gesprek aan te gaan of een goede call neer te zetten. Bij deze dank. Ik ga Bart laten beginnen. Bart, wat heb jij deze week gezien als meest opvallend artikel in de cryptospace? Wel, er zijn twee zaken die gebeuren. Ten eerste heb je bij Bitcoin Cash de halvering voor de mining rewards. Nu, Bitcoin Cash loopt qua timing daarop voor op Bitcoin zelf, want Bitcoin zelf is maar eind deze maand, begin volgende maand. Nu, wat wel zeer frappant is in dat gebeuren, is dat je daar verschillende artikelen ziet rondgaan dat je nu Bitcoin Cash een 50% attack zou kunnen doen met één Bitcoin. Ik weet niet waar die artikelen vandaan komen. Een hoop speculaties bij elkaar, mensen die graag wat tumult veroorzaken. Nu, wat belangrijk is om te weten, is dat met de halvering van Bitcoin de mining rewards gehalveerd worden. Dus eind april, begin mei. Vanaf dat ogenblik gaan de mining rewards naar 6,25 bitcoins per mined block. En dat wil ook zeggen dat vanaf dat ogenblik binnen een tijdshorizon van 2 maanden later Bitcoin eigenlijk een minimale koers moet hebben van minimaal $8,000 per Bitcoin. Anders moet de Bitcoin mining wereld een stuk capitulatie ondergaan. Dat wil zeggen dat er Bitcoin miners niet meer rendabel gaan zijn door die halvering van die mining rewards. Toch zeker iets om zeker goed in het oog te houden. Okay. Dus de halvering. Er gaat heel veel speculatie rond dat dan Bitcoin knal naar boven gaat schieten enzovoort. Wel, als we gaan kijken naar de voorbije halveringen, dan moet je daar eigenlijk niks spectaculair van verwachten de eerste 3 tot 6 maanden na de halvering. Want de vorige bullruns waren altijd maar tussen de 6 en de 18 maanden na de halvering. Dus verwacht niet dat er een price rush gaat zijn nog voor het einde van deze maand. Eerder tegenovergestelde, maar daar komen we straks even op terug als we over het stukje technische analyse doorgaan. Oké, top. Wat was uw tweede artikel, Bart, dat u opgevallen is? Wel, het tweede artikel wat opgevallen was, was de samenspanning tussen Google en Apple om een app te gaan maken om contacten te kunnen gaan traceren tussen mensen in verband met het coronavirus. Nu, ik bekijk zoiets liever in een groter kader. Ja. Ik heb vroeger redelijk wat contacten gehad met een paar universiteiten in China. En er was een Chinees die mij zei, kijk, de Chinezen nemen als missie de wereldeconomie te domineren. En we trekken daarvoor 2 generaties uit.
En ik zei toen van ja, twee generaties, dat is wel heel lang. En het antwoord was, ja, maar we zijn al halfweg. Je moet een keer kijken wat er in China gebeurt en waar ze zich mee bezighouden op de grote lijnen. Als je een economie wil domineren, wat heb je dan nodig of wat moet je dan in handen hebben binnen die economie, ongeacht welke bedrijven daaronder opereren? Dat is enerzijds de financiële flows, de financiële transacties, het geldsysteem. Anderzijds de telecommunicatiemogelijkheden. Ten derde de energiesupply. En ten vierde de media of de social media. Want dan heb je rechtstreeks een beïnvloeding op de bevolking. Nu, als je op dit ogenblik Google en Facebook samen neemt, dan heb je al een exposure van meer dan 90% op alle social media en alle communicatiekanalen. Dus alles wat te maken heeft met communicatie zit eigenlijk al in handen van die technologie-grootmachten. Laten we het zo noemen. De Chinezen hebben al zeer geruime tijd redelijk wat aan het opkopen geweest bij bedrijven in het buitenland. Zowel energiebedrijven als banken. Dus de technologiebedrijven zijn een volgende stap in mijn ogen. Nu, Google en Apple die samen een joint initiatief doen onder de realiteit of het mom, dat wil ik nog even in het midden laten, van het grotere goed ter controle van sociale contacten binnen de coronavirus-breakout. Wel, de sociale contacten tussen mensen kunnen beheersen en kunnen meten, geeft zeer veel power om dat nadien te gaan toepassen in media. Het is nog niet duidelijk gebaseerd op welke technologie ze dat gaan doen, maar er zijn inderdaad gesprekken en geruchten dat het een blockchain-gedreven applicatie zou zijn. Nu, dat maakt het enerzijds zeer lucratief. Anderzijds moet je ook de vraag stellen, in een blockchain, als je juist weet te interpreteren en juist weet te onderzoeken, is alles public knowledge. Dus wil je dat wel voor bepaalde toepassingen? Het is een vraag die je jezelf moet stellen. En daar ga ik voorlopig even niet verder uitweiden totdat het project zich verder concretiseert. Oké, maar blockchain zou hier zeker een rol in kunnen spelen volgens u? Wel, dat is wat er op dit ogenblik de ronde gaat. Dat ze die applicatie die ze samen gaan maken, blockchain gedreven zouden doen. En dan moeten we kijken en zien wat dat geeft. Okay. Er zijn nog geen finale verdicten uit. Oké. Okay. Heeft iemand hier over deze twee topics al vragen? Omtrent ten eerste de Bitcoin Cash halving en het gebeuren met Google en Apple. Kunt je ons nu stellen? Kan ik ook misschien mijn visie geven? Maar die sluit heel dicht aan bij wat Bart juist verteld heeft. Oké, goed. Met de privacy. Ja, daar gaan ze zeker rekening mee houden. Het is heel belangrijk dat ze deze privacy- of GDPR-regels gaan nakomen. En daar gaan ze ook de mensen van op de hoogte blijven houden om geen, hoe moet ik zeggen, controverse te gaan creëren binnen de social media netwerken en ook binnen de crypto-gemeenschap. Dus ik denk dat ze daar wel met een oplossing gaan moeten komen om ons te vrijwaren van onze privacy. Maar weet dat er ook al dingen gebeurd zijn in het verleden die bevestigd hebben dat onze privacy zomaar kan, vrijgegeven kan worden eigenlijk. Bart, heb jij daar een aanvulling op? Kijk, Facebook is de partij die al de meeste veroordelingen heeft wegens inbreuk op de privacy en wegens het schenden van persoonlijk identificeerbare informatie. Ze hebben daar al massale boeten rond gekregen. Er zijn al een aantal settlements gebeurd. Ik zie niet op dit ogenblik wat en hoe in dit verhaal anders zou zijn. Uiteindelijk heb je als social media bedrijf, als je kan beheersen wat de contacten zijn tussen mensen, niet alleen in de virtuele wereld, maar ook in de reële wereld, dan creëer je gewoon een exponentieel effect op je capaciteit om te communiceren met die mensen. Bijkomend wil ik hier ook op aanvullen. Facebook bijvoorbeeld verdient zoveel jaarlijks dan boete op de wet van de privacy voor hun peanuts. Dat betalen ze met veel liefde.
om meer reach te krijgen of meer inzichten op ja, de mensen en de contacten die ze creëren. Want dat is hun businessmodel uiteraard. Kijk, we hebben vroeger altijd gezegd, je hebt de reële wereld van fysieke contacten tussen mensen. En dan heb je de virtuele wereld van alles wat zich afspreekt, speelt in social media en op het internet. Met dit initiatief zouden die twee werelden wel eens zeer sterk kunnen gaan samenvloeien. En of dat nu iets goed is of niet, daar heb ik mijn hoofd nog niet rond. Oké. Om verder te gaan met de twee volgende topics die mij dan zijn opgevallen. Oké, wacht, Anne heeft nog een vraag. Is er een alternatief voor Facebook waar wij onze privacy wel kunnen vrijwaren? Tot op heden heb ik daar nog niks op gevonden. Bart, weet jij daar eventueel een concrete antwoord op? Nee, idem. Dus het enige wat ik nu op dit moment kan bedenken is de Brave browser van Basic Attention Token. Die zijn heel hard gericht op privacy. Dus die zijn ook veel een groot inhaalmanoeuvre aan het doen ten opzichte van Google. En die gaan in de toekomst ook meer en meer beginnen groeien, puur omdat de mensen zich daar comfortabeler bij gaan voelen. Dus, Vitaya, David de Vriezeren, die is hier ook aanwezig. Vitaya, ja, dat is hopelijk voor te lachen, ik verwacht van wel. Dus, sta u niet blind op Vitaya, want ja, dat is in mijn ogen een scam. Stijn Portier is ook aangekomen. Hi Stijn. Eens kijken of hij antwoordt. Stijn? Ja, ik ben er. Hi Stijn. Stijn Portier van Fairtrader is ook juist aangekomen. Hij zat in een vertraging. Er was geen file, want dat kan nu niet. Dus bij dat smoesje kan hem niet afkomen. Maar wat gaat Stijn vandaag doen? Als hij het kan, hè, hij gaat u daar direct een antwoord op kunnen geven. Mijn vraag naar Stijn toe is of hij een korte TA-analyse wil doen van Bitcoin om de mensen een duidelijker perspectief te schetsen van de mogelijke scenario's. Well, we gaan naar 15k, hè, zoveel is als nee, ik kan wel mijn scherm delen op zich, is dat geen probleem. Ja. Ik ben niet echt goed voorbereid, maar ik heb al mijn chart staan. Ik heb geen idee als jullie mijn scherm kunnen zien ondertussen. Ja. Ja? Okay, ja, top. We moeten nog twee topics overlopen, Stijn. Ja? Voordat we aan de technische analyse beginnen. Oké, dus nog even wachten dan. Okay. Ja, oké. Doe maar op je gemak. Je hebt nog tijd. Ja. Dan gaan we even verder gaan met de topics die ik dan had gezien. Het aantal Bitcoin whales is nog nooit zo hoog geweest sinds 2016. Wat wil ik daarmee bedoelen? Dat we misschien wel in een groter plaatje in een accumulatiefase zitten. Stijn kan daar zobiet ook meer over vertellen wat een accumulatiefase is. Ik weet niet of Bart hier een toevoeging van wil doen, mits dat hij in deze sector zit. Niet op dit ogenblik. We zullen straks wel commentariëren over de verschillende scenario's. Ja, oké. Dus we hebben gezien voor de eerste Bitcoin halving dat er ook een accumulatiefase was. En we hebben nu ook gezien dat er voor deze Bitcoin halving evenzeer een accumulatiefase aan het plaatsvinden is. Wilt u daarom zeggen dat we naar de niveaus van 2017 gaan? Zeker niet. Maar we hebben wel gezien tijdens de marktcrash, de Black Thursday van een drietal weken geleden, dat de whales zich serieus aan het inkopen waren en de weken daarvoor ook al. Dus ze zagen het spelletje al aankomen en hebben zich heel hard ingekocht om meer bitcoins te gaan vergaren. Waardoor we nu op een all-time high zitten sinds 2016. Dit is een goed teken, want dat wil zeggen eigenlijk dat de whales overtuigd zijn dat bitcoin nog een grote groeimarge te gaan heeft. Ja, dus dat is voor het toekomstperspectief van Bitcoin in mijn ogen een zeer goed teken. Heeft iemand hier al vragen rond? Of zijn opmerkingen, Bart opmerkingen, zeg maar. Misschien even toelichten, Tim, wat de definitie is van een whale en hoeveel bitcoins een wallet dan minimaal moet bevatten. Want daar zijn verschillende interpretaties over. Oké, dat is waar. Dus een whale wordt bekeken als een grote investeerder
die redelijk wat impact kan hebben op de Bitcoin-markt, zal ik zeggen. Dus die een beetje kan zorgen dat er manipulatie gecreëerd wordt. Wanneer wordt een whale beschouwd? Wanneer die meer dan 1000 bitcoins in zijn bezit heeft. Dat kan gaan over verschillende wallets, maar dat kan ook gaan over één specifieke wallet. Whales staan erom gekend om het op te delen in verschillende wallets. Wanneer zij de markt willen gaan manipuleren, valt het niet zo hard op dat het van hun komt. Dus dat is eigenlijk de bedoeling wat de whales doen om de markt eigenlijk te bespelen. En dat is de definitie van een whale. Dus meer dan 1000 bitcoins. Whales zorgen ook voor volatiliteit uiteraard, mits de markt kapitalisatie van bitcoin eigenlijk heel klein is ten opzichte van andere markten. Waardoor bitcoin in de toekomst ook heel veel kan gaan groeien. Er is nog heel veel groei mogelijk voor bitcoin. Wat was uw tweede vraag, Bart? Want die ben ik even kwijt. Je hebt het beantwoord, denk ik. Hè. Inderdaad, de regel die vooropgesteld wordt is een totaal ownership van 1000 coins of meer. Al dan niet verspreid over meerdere wallets die kunnen gelinkt worden aan dezelfde eigenaar. Ja, oké. Top. Zo'n whale gaat dat per platform. Dat gaat meestal op het platform waar het meeste activiteit is, waar meer mogelijkheden zijn. Dus dan kijken we vooral naar API-keys waar bots mogelijk zijn, zodat het minder hard opvalt voor de gewone trader. Waardoor ze perfect de markt kunnen bespelen. Bart, aanvullingen? Of Stijn? We zien vooral, of we weten in het algemeen, dat de grotere traders op zoek gaan inderdaad naar exchanges, zodat er veel meer liquiditeit is. En dan denken we veelal aan Bitfinex, Bitstamp, Poloniex. En voor ons is dat ook een van de hoofdcharts, zeg maar, om die individueel te gaan charten en die levels dan samen te laten smelten om een ideale confluence te zien van verschillende levels. Dus we gaan die inderdaad ook vooral gaan monitoren, ook al traden op Binance. Het is nooit slecht om de grote exchanges in de gaten te houden, om daar ook support en resistance te gaan spotten en die eventueel over elkaar te gaan leggen, zodanig dat je nog preciezer je steun en je weerstand kan gaan bepalen. Hè. Ja. Wat wij bijvoorbeeld in het oog houden vanuit ons fonds, wij traceren alle bitcoin-depositadressen van de grote exchanges. En als wij abnormaal grote volume naar die exchanges zien vloeien, dan weet je dat er op een termijn van 2 tot 3 dagen potentieel wel eens iets zou kunnen gaan gebeuren. Dus wij monitoren al die bitcoin-depositadressen van die verschillende exchanges. Ja, oké, top. Stijn? Ja, nee. Ik heb er op zich niet al zoveel geen aanvullingen over geweten. Of dat ik daar zelf niet zo hard mee bezig ben. Wat zijn de whales aan het doen? Ik kijk vooral naar mijn levels en wat is een prijs aan het doen. Kijk jij naar volume, Stijn? Of zeg je Nee, oké. Nee, voor mij is het echt puur van belang. In welke range zitten we? Zitten we daar in de buurt van een support of een resistance? Welke risk-to-reward hebben we daar? En kunnen we daar eventueel een goede trade of een goed tradeplan gaan opstellen en die dan nemen ook effectief? Ja, okay. En op het volume op zich, niet zo hard. Toch zeker niet op die big caps. Op die small caps, daar kijken we wel naar. Omdat het niet altijd gemakkelijk is om ongemerkt in een coin in te stappen en uit te stappen zonder daar zelf een kleine pump of een dump te gaan veroorzaken. Mm-hmm. Het enige moment wanneer we wel naar volume kijken op bitcoin-vlak is als er een significante beweging is of een breakout, buiten een technisch patroon, dan gaan we wel naar het volume kijken om te gaan spotten of die breakout significant is of niet. Ja. En of dat die trend zich gaat voortzetten met een grote waarschijnlijkheid of niet. Dan kijken we wel naar dat volume, anders niet. Ja. Correct. Stijn, merci Bart voor de aanvulling. Ik zit nog met de wandeling in de benen en het ijsje, denk ik. Stijn, nog een vraag voor u. Misschien voor de kijkers ook heel interessant. Richt jij u op accumulatiefases of andere trends? Wat is uw visie daarover? Ja, uiteraard. Als we in accumulatiefase gaan,
Of we veronderstellen dat de accumulatiefase is. In C gaan we dan vooral wat gaan inzoomen op de fase zelf, in de ranging. En vooral daar de lokale support en resistance gaan treden. In de veronderstelling dat het een accumulatiefase is, maar we gaan hem niet gewoon gaan enteren, omdat we denken en dan er niets mee doen. Het kan zijn dat ik het bijvoorbeeld bij het verkeerde end heb, of er komen andere externe factoren in het spel die de setup volledig van de kaart gooien. Dan zorgen we dat we in die range wel hebben kunnen treden, met als hogere doel eventueel in de accumulatiefase om te gaan trenden. Komt die trend er niet of komt die trend in de verkeerde richting, verlaten we gewoon de fase zo veilig mogelijk. En dan wachten we opnieuw tot als een downtrend overgaat in een nieuwe ranging. Oké, top. Maar we kijken... Ja, zeg maar. Ja. Ja, nee, zeg maar. We kijken vooral naar het grotere plaatje, zoals altijd. We gaan kijken op macro schaal of op macro timeframes. Dan vooral 3 month, monthly, weekly en de overgangsbrug daily. Om te zien wat is onze algemene trend. Zijn we bullish, zijn we bearish, zijn we neutraal? Dat we dat toch in het achterhoofd kunnen nemen en daarop anticiperen. En dan lokaal gaan we vooral kijken als we daar eventuele ranges kunnen gaan traden op een meso timeframe. Dus vanaf een daily timeframe tot dan 4 uur. En eventueel zelfs op micro timeframe vanaf 4 uur en alles eronder om te zien als we daar tussentijdse trades kunnen gaan nemen. Maar natuurlijk in het achterhoofd houdende wat dat de macro trend is. Stel dat we macro bearish zijn, dus in het algemeen grote timeframes gaan we naar beneden, houden we dan in ons achterhoofd. Als we dan kleine trades tussenin nemen, dat we geen trades moeten zoeken van 10 of 20%, bij wijze van spreken, maar dat we kortere trades kunnen nemen. En omgekeerd ook, als we in een macro bulltrend zijn of in een uptrend, houden we daar rekening mee dat we niet continu moeten gaan zoeken naar onze shorts, maar dat we weer gefocust zijn op het enteren van nieuwe longs. Ja, oké. Top. Is dat wat duidelijk? Soms krijg ik een beetje de feedback dat ik te technische of te veel technische termen gebruik. Mocht daar mensen zijn die dat totaal geen idee hebben wat dat we nu spreken, vraag het gewoon en dan kunnen we dat uitleggen. En dat voor jullie wel begrijpbaar is. Okay. Even terzijde. Tom vraagt hier. Ik zet mijn eerste stappen in crypto. Oei, in de deelneming. Ja, welke platforms zijn betrouwbaar om aan te kopen? Mijn ogen is CoinMerge een goede om mee te beginnen. Maar wat ik ten zeerste aanraad, is dat mensen zich gaan educeren in wat hardware wallets zijn, web wallets, en waar je je coins kunt gaan opslagen en hoe je dat op een veilige manier doet. Want je kunt wel aankopen, daar is op een C niks aan. Je kunt je Know Your Customer doen. En je kunt aankopen, maar het is het beheren dat het belangrijkste is in mijn ogen. CoinMerge heeft wel een ingebouwde wallet per coin, maar dat wil daarom niet zeggen dat het gevrijwaard is van hackers. Hardware wallets zijn hiervoor een goede oplossing. Daar gaan wij ook cursussen mee aangeven. De CryptoCave van David de Vriezeren gaat dit ook ondersteunen en mensen hier ook verder in begeleiden. Net zoals wij dat willen doen samen met Bart en Stijn. Heeft iemand nog vragen? Ik denk vooral op die goede exchanges, de meest gekende en de oudste, dinosaurus en eerste. Bitstamp, Poloniex, Bitfinex, Binance. Binance bent ook wel al stevige wortels te verankeren in de markt. Maar alles daaronder, pas daarmee op. Hier en daar zijn er uitzonderingen. Waarom dan CoinMerge? In C kennen wij die wel in België en Nederland. Niet zo gekend op wereldschaal. Maar we kennen de mensen zelf en we weten uit ons eigen onderzoek en ervaring dat ze zeer, zeer betrouwbaar zijn. Hè. Dus ik denk, gebruik je loos verstand, zoals dat Tim ook zegt. Heb je dan iets aangekocht? Ga die dan ook veilig gaan transfereren naar een wallet? Ook daar misschien nog een kleine tip. Stel dat je 1 of 2 bitcoins koopt, het maakt nu eigenlijk niet uit. Voordat je alles in 1 keer gaat transfereren, begin met eventueel 10 of 100 euro. Eerst als test. Zijde dan die 10 of die 100 euro kwijt aan bitcoins, dat is dan niet zo erg. Er kan altijd wel eens een tech fout in kruipen of wat dan ook.
Dat hoefde u niet zo te gaan stressen. Hè. Stel je voor dat je dan 1-2 bitcoins verstuurt en je hebt daar een tikfoutje, dan kun je wel, de helft van je haar gaan uittrekken, hè, door zo'n fout te maken. Dus die tip, als je iets verzendt, doe het eerst heel, heel klein deeltje, dat je zeker zit dat alles goed aankomt en herhaal dan de stappen. Dus noods doe het in een paar verschillende stappen tussenin. Ja, ik heb deze week ook nog een akkefietje voor gehad met iemand die gedreigd werd om eigenlijk opgelicht te worden. Het ging om het feit dat iemand haar of zijn paswoord kende, waar ook een gedeelte van het paswoord werd blootgesteld in een mail. Dus het was een soort van phishing mail. Ik ben dat gaan bekijken en ja, als je gaat zien hoe makkelijk het is om een paswoord met enkel cijfers of letters te, nee, enkel letters te hacken, sorry, dan zou het 8 seconden duren om een paswoord, de eerste 6 letters, te gaan hacken. Wat wil dat zeggen? Dat die hackers eigenlijk daar gebruik van gaan maken om u eigenlijk schrik aan te jagen, waardoor je gaat plooien en eventueel het liefst een bitcoin gaat sturen. Als je dan toevallig een bitcoin-account hebt, ja, dan is het spelletje vertrokken. Hè? Want ene keer als jij verstuurt, gaan ze blijven dreigen. Hè? Dus laat u daar zeker niet aan kennen, ook al weten ze maar een deel van uw paswoord. Stuur naar de support van die desbetreffende exchange en stel de vraag of je het intern kunt regelen zonder in te loggen op uw account. Om zo toch uw paswoord te veranderen en terug veilig te zijn voor eventuele hackers, waardoor je dan vervolgens op een veilige manier kunt gaan inloggen en je fondsen kunt gaan versturen naar bijvoorbeeld een hardware wallet. Dat zou een eventuele oplossing kunnen zijn. Bart, heb jij hier nog aanvullingen op? Want ik weet dat jij hier ook een specialisatie in hebt. Ja, wij komen nog altijd mensen tegen die op een exchange-account geen two-factor authentication actief hebben. Dat is dus een no-go. Ik denk dat dat duidelijk is. Je moet gewoon zorgen dat je de verschillende niveaus van beveiligingen correct hebt. Gebruik ook nooit dezelfde paswoorden op verschillende platformen. Zorg dat je altijd een identificatie hebt voor jezelf, dat je weet welk paspoort je op welk platform gebruikt hebt. Zodanig dat als je zo'n spammail krijgt of zo'n phishingmail krijgt, waarbij er naar een paswoord gevist wordt, of zelfs waarbij het paswoord in de mail zichtbaar is die ze jou sturen, er bestaat een website om te kijken of dat je gepwned bent. Tim, daar moet je zo dadelijk misschien ook nog eens een keer terug over uitweiden. En kijk, mensen die hetzelfde paswoord op verschillende platformen gebruiken, is het altijd zeer moeilijk om te weten waar je nu moet gaan ingrijpen. Dus gebruik alsjeblieft niet hetzelfde paswoord voor verschillende platformen. Oké, goed. Om een aanvulling te doen naar wat Bart juist heeft gezegd, een goede paswoordgenerator is Dashlane. Daar moet je maar eens wat opzoekwerk over doen. Dat is eigenlijk een soort app die voor u eigenlijk voor bepaalde platformen een wachtwoord gaat creëren, net zoals een two-factor authenticator. Maar dan in de vorm van een paswoord. Als je daar dan ook nog eens een two-factor authenticator bij opzet, dan is uw account wel redelijk goed beveiligd. Als je daar ook dan nog eens een VPN gaat opplaatsen, ja, dan wordt het al heel moeilijk voor deze jongens om toegang te krijgen tot uw account. Wat zie ik hier? Herhaal die naam eens liever voor u. Dashlane. D-A-C-H-L-A-N-E. Dus ik zal het hier even in de chat zetten voor u. En dan kunt je er ook eens naar kijken. Dan heb je ook nog een website, hè? Of jij kunt zien of jij eventueel gehackt bent. Hè? Dat is in het verleden met Facebook, met de data die gelekt was door Facebook, ook gebeurd, waar mensen dan konden gaan opzoeken op die desbetreffende website of ze eigenlijk hun account gehackt was, of dat er data van hun was vrijgekomen. Hè? Dus dat is MIPwned, denk dat is, Bart? Of... Was de juiste benaming? Ja, correct. MIPwned. Ja, ja. Oké. Ik zal direct ook even na de call de link hiervan in de chat zetten. En daar kun je eigenlijk zien of je account is blootgesteld aan eventuele hackersactiviteiten of datalekken. Dus dat is eigenlijk de bedoeling van die website.
Zo heb je ook nog andere websites om te kijken wie de oprichter zijn, oprichters zijn van bepaalde websites, om te kunnen gaan kijken wanneer die zijn opgericht en om het eventueel scams zijn. Whois.net is ook zo'n website en dat is ook een heel interessant. Dat houdt een beetje verband met MIPound. Dus dat is ook een hele mooie website om die in het achterhoofd te houden als jij kwaadwillende activiteiten vermoedt. Oké, om over te gaan naar het tweede topic, wat ik ben tegengekomen tijdens mijn weekly update. Visa gaat vanaf nu de nieuwe Lightning Fold app ondersteunen, waar eigenlijk mensen die bepaalde zaken gaan aankopen in de retail, beloond gaan worden met bitcoin of met andere woorden in crypto. We hebben dat al gezien met de Lolly app en dat begint harder en harder op te komen dat Visa hierin begint te ondersteunen en dat bedrijven hier een businessplan of een businessmodel van gaan maken. Waarom? Omdat ze ook zien wat de huidige situatie is van de economie en daar willen ze gaan op inspelen. Bitcoin wordt meer en meer als een hedge beschouwd, net zoals goud, om zich te vrijwaren van hyperinflatie of devaluatie van een dollar. Heel interessant. Wat ik ook merk, is dat bedrijven zich meer en meer gaan richten op uitbetalingen in bitcoin. Dus stel je voor dat jij als gewone arbeider kunt kiezen hoeveel procent van je loon gaat uitbetaald worden in crypto. Wie zou dat niet doen? Waardoor je eigenlijk een spaarboek gaat creëren op lange termijn, die ook nog eens meer gaat opbrengen dan bij een gewone bank. Dus ik zie dat bedrijven meer en meer daarop aan het inspelen zijn. Net zoals David zegt altijd, dit is een deel van de adoptie. David de Vriezer is hier ook grote voorstander van. Dit is een deel van de adoptie voor de cryptogemeenschap en betekent heel veel op lange termijn. Bart, Stijn? Die uitbetalingen, is dat dan in bitcoin zelf of in een stablecoin? Ik vermoed dat mensen dat kunnen kiezen hoe hoog ze het risico willen zetten. Maar er zal sowieso een mogelijkheid zijn in een stablecoin. Welke stablecoins dat gaan zijn, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat bedrijven ermee bezig zijn. Grotere bedrijven. Ja. Maar een heel goede opmerking, Stijn. Absoluut. Ik zou het anders niet moeten hebben in bitcoin, eerlijk gezegd. Allee, nee, ik eerder een stablecoin. Wij kunnen er natuurlijk wel mee weg of op anticiperen. Maar als gewone leek of als geen trader zijnde, lijkt me dat toch niet echt verstandig om... Nee, absoluut niet. Nee. Maar je moet het positief bezien. Als jij eigenlijk in een goede fase intreedt om te kiezen voor bitcoin, stel dat jij in een fase intreedt zoals in 2018 waar bitcoin op 3000 staat en je volgt de markt en je beslist dan met het bedrijf waar jij voor werkt om vanaf dan uitbetaald te worden in eventueel bitcoin of een andere coin, kan dat uiteraard wel veel gaan opleveren en een dollar cost averaging positie gaan creëren. Nee. Ik zag net dat... dat kan, maar... Ik denk, als jij je maandelijkse kosten hebt, dan wilde jij toch als ondernemer zekerheid hebben en dat wilde niet te maken hebben met volatiliteit. Allee, althans, zo denk ik er toch over. Dat wil ik eigenlijk liever... ik zou graag uitbetaald worden in bitcoins, zeker en vast, mocht ik klanten aanbieden. Maar ik zou dat zelf wel gaan converteren. Als leek zijnde, of ik vertrek vanuit het standpunt van een leek, dat zou ik toch wel gaan converteren in een stablecoin. Ja, absoluut. Ja, om die waarde toch vast te houden, inderdaad, als bitcoin dan een 10% naar boven gaat. En je hebt ergens een ondernemingstaak gedaan van 10.000 euro, zeg maar iets. En volgende week komt er daar 10% bij, dan is dat mooi meegenomen. Mm-hmm. Maar omgekeerd kan dat wel eens je duur komen te staan. Dus daar zou ik dan toch wel de omschakeling doen. En ik zag ook nog de vraag van, is het mogelijk om als ondernemer uitbetaald te worden in bitcoin? Bij mij weten wel, al moet je wel boekhoudkundig wel altijd je omzet gaan omrekenen in euro's. Dus je kunt wel crypto's gaan ontvangen, maar dan zouden die wel moeten gaan omzetten of converteren in euro's om je boekhouding volledig te doen kloppen.
Ik heb er nog één aanvulling bij. Ik denk de eender wie die dat zou overwegen, moet heel goed kijken naar het wettelijk en fiscaal kader in het land waar dat je belastingen betaalt. België loopt daar een beetje achter ten opzichte van sommige andere landen. Maar als ondernemer in België bijvoorbeeld, als jij een webshop hebt, dan kan jij perfect een plugin activeren om cryptocurrency betalingen te ontvangen, die onmiddellijk worden omgezet in euro's en overgeschreven worden naar je bankrekening, zodanig dat het voor jou als ondernemer gewoon een pure transactie is in euro's. Er zijn boekhoudkantoren die de stuipen krijgen en die alle kleurtjes van de regenboog veranderen als je begint te praten over bitcoin en cryptocurrencies. Er zijn er anderen die daar positief mee omgaan. Mijn boekhoudkantoor bijvoorbeeld heeft er geen enkel probleem mee als wij betalingen van klanten ontvangen in bitcoin. Maar dat is een dedicated exchange account, wordt onmiddellijk omgezet in euro's en wordt onmiddellijk overgezet naar de bankrekening. En wij moeten de volledige ledger-export van die cryptocurrency exchange account die we gebruiken, ook aanreiken aan een boekhoudkantoor voor hun reconciliaties. Dus het is niet zo dat je kan zeggen van ik krijg hier bitcoins binnen en ik laat ze daar maar even staan en ik doe er niks mee. Dat wordt zeker niet een bank afgenomen op dit ogenblik. Hou er rekening mee. Oké, bedankt voor de mooie aanvulling, Bart. Yes. Oké, dan zijn we nu aangekomen op het moment dat Stijn zijn technische analyses mag doen voor ons. Als jij dat ziet zitten, Stijn. Ja. Hij gaat het ook niet te moeilijk maken, denk ik. Hij gaat het sober houden. Maar het gaat u wel een beetje een duidelijk beeld scheppen van waar we naartoe kunnen gaan, zowel positief als negatief. Dus beide scenario's denk ik dat we mogelijk zijn, Stijn. Er zijn er drie, Tim. Er zijn er altijd drie. Hè? We gaan we kunnen up, we kunnen down, maar we kunnen ook in ranging gaan. Ja, oké. Ik ga zien om een scherm te delen. Ik ga beginnen ook met een algemeen zegt, eigenlijk vooral een macro zegt. Ik vertrek hier nu. Geen idee, kunnen jullie mijn scherm zien momenteel? Ja. Oké, prima. Ik vertrek nu vooral vanuit een macro zegt. Hè. Wat is dat eigenlijk? Gewoon het algemeen overzicht van de grafiek, in dit geval dus Bitcoin. Ik heb hier nu als voorbeeld XBTUSD genomen. Is eigenlijk Bitcoin op de BitMEX exchange. Waarom neem ik hier nu in dit geval BitMEX? Omdat daar eigenlijk de grootste liquiditeit zit. En is voor mij een beetje de overkoepelende chart om eigenlijk de algemene richting beter te gaan bepalen. Wat zien we eigenlijk als we het, of ik ga het proberen simpel te doorzien. We kijken vooral naar, ik ga zien, eventueel kan ik veranderen naar een line chart, om het wat sober te houden. We zien eigenlijk een zeer groot channel, waarin dat we hier onderaan dus uiteraard onze support hebben. We hebben die support hier genomen in 17, om eigenlijk van start te gaan voor onze gekende bullrun. We hebben opnieuw die support gebruikt in begin 19 om van daaruit terug in accumulatiefase te gaan. En accumulatie betekent eigenlijk het gaan verzamelen van een coin, in dit geval Bitcoin, met als doel hoger te gaan verkopen. En we zien ook dat we eigenlijk in dit jaar in maart opnieuw die support netjes hebben aangenomen. Ik zal even overgaan op de candles zelf. Dus het is eigenlijk eerder een zone waarin dat we opnieuw steun vinden en accumulatie. Hier hadden we een langere periode van accumulatie. En ook hier hebben we een kleine wick of een teen in het water, zeg maar, om nog even de support mee te pakken. Bovenaan in deze range hebben we uiteraard de weerstand. De eerste keer in deze range hebben we eigenlijk mooi een overextended target gehad. Dus we zijn vooral het laatste topje was retail gedreven en was eigenlijk vooral FOMO. Waardoor dat we een overextended move zagen. Dan in juli 19 hebben we opnieuw de range meegenomen van weerstand. We gaan ook hier zien, in het begin van 18 was dat we terug onder de range zijn gevallen. Hier hebben we netjes de support gerespecteerd en dan is eigenlijk onze Hansen move down vertrokken. We zien heel veel prijsactie rond, boven en onder het equilibrium. We zien het vooral, of we gaan ervan uit, het moment dat we bovenaan het equilibrium aan het treden zijn, dat we eigenlijk hier lokaal in deze range, laten we zeggen rond de 14k en 8k treden, 8.3 in dit geval,
treden we eronder. Dan zitten we met een weerstand of een interim weerstand rond de 8,3 tot op een steun van rond, laat ons afronden, op een 3 tot 3,5. Opnieuw hier het vervolg van 19 tot nu. De bovenkant van de range hebben we terug gereclaimd, of de bovenkant van het equilibrium. Opnieuw netjes onze weerstand genomen. We zien ook hier een interactie rond het equilibrium, nog een poging gedaan om opnieuw erboven te gaan trainen. We hebben hier aan kracht verloren. Onderaan het equilibrium hebben we terug een fase van accumulatie gehad. Nog een poging gedaan om opnieuw het equilibrium te nemen, maar het momentum was niet sterk genoeg. Het volume voor de breakout, zoals dat Bart daarnet had geformuleerd, was er niet. En we zijn terug onder range gegaan. We zullen ook merken, het moment dat we hier ons equilibrium verliezen, hebben we eigenlijk redelijk snel opnieuw onze range onderaan getest. Dus van ons equilibrium naar de support. En momenteel zien we eigenlijk een trage grinding naar boven toe. Eigenlijk iets wat ik wel liever zie. Iets dat zeer snel parabolisch gaat, zowel naar boven of naar beneden toe, is eigenlijk gedoemd om te falen naar de tegenovergestelde richting. Dus het is beter dan een prijsactie. Traag maar zeker opneem, stap per stap, level per level gaan overwinnen, zodanig dat we meer vertrouwen hebben om dan geleidelijk aan een grotere bullrun te gaan inzetten. Wat valt ons vooral op? Dat we hier de support die hebben getest, zijn met heel wat volume naar beneden gekomen, maar met een bijna even groot volume terug de bounce gekregen. En op macro timeframe, los van de ranges en de support en de resistance, hebben we ook een zeer mooi patroon in ontwikkeling. Hier hadden we een mooi falling wedge staan, die zich netjes heeft geconverteerd zoals verwacht op de steun en zich heeft uitgespeeld naar boven toe. En hier zien we in een zeer mooie descending broadening wedge, eigenlijk een twee trendlijnen die uiteenlopen van elkaar. Ik denk dat Bart dat ook wel kan bevestigen, dat we hoe verder dat we in dit patroon gaan, hoe groter de volatiliteit is geweest. Vooral eigenlijk de laatste weken, laten we zeggen de laatste 2-3 maanden, konden we heel netjes trainen op Bitcoin. Er zat heel veel volatiliteit, dus grote bewegingen naar beneden en naar boven toe. Wat dat eigenlijk ook een zeer normaal fenomeen is in die zin. Hier gaan we eigenlijk, je ziet ook dat die prijsactie nogal in compressie zit, naarmate dat we door het patroon lopen, of het potentieel patroon, zien we eigenlijk grotere volatiliteit. Dit is een patroon waar ik zelf op treed of op speel. Momenteel werkt die netjes uit. Is ook meestal een continuation patroon in een bull market. Dus we zien een zeer stevige run-up. Eigenlijk een echo-run van de eerste bullrun geweest in 17-18. Krijgen we hier eigenlijk het kleinere broertje die opnieuw de echo of het triple effect van Bitcoin hier toont op de chart. En hier zijn we eigenlijk zeer een traag fenomeen komen, waarin dat we eigenlijk in heraccumulatiefase zijn. Onderweg wordt er natuurlijk wel steun en weerstand genomen. Maar ik zie vooral in het algemeen heel wat volume die vooral op het laatste punt inkomt. Ik denk dat duidelijk ook hier is op die pieken. We zien ook dat we met een neerwaartse prijsactie zitten. Misschien even accentueren. We zien een zeer duidelijke op macroschaal een grote prijsactie naar beneden toe. Maar wat valt ons nog harder op? Dat is dat ons volume eigenlijk aan het afnemen is. Is meestal een zeer bullish, of is meestal of kan geïnterpreteerd worden als een bullish prijsactie in de maak. Dus we zien prijsactie die naar beneden gaat, niet ondersteund door volume. Wat dat voor ons een indicatie is dat we eigenlijk aan het hertanken zijn, of zuurstof aan het bijnemen zijn, of kopers aan het oppikken zijn om een grotere move te gaan nemen. Het is zoals een katapult die zich opspant. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is het inderdaad een goede vergelijking, Bart. Meer en meer rek, en waardoor dat het momentum wordt opgebouwd. En eens het momentum, of de katapult in dit geval, losgelaten wordt, krijgen we een zeer hevige reactie. Dus ik zou eigenlijk... ik zie heel veel mensen die super bearish zijn en we gaan terug naar 3, 4 of 5k. Ik zeg niet dat dat niet kan, maar hoe dat ik het nu zie en hoe dat wij nu trainen, ik ben vooralsnog nog altijd
bullish. En ik merk, of ik speel vooral het grotere patroon hier nu, de ascending of de descending broadening wedge met een target rond de 14k. Ik heb het, dacht ik, ook al een week of twee terug in onze trading Discord groep gemeld dat dit mijn waarnemingen zijn, dan vooral op macro timeframe. Ik ga nu niet verwachten dat we tegen volgende week zo hoog staan. Dat zal uiteraard nog dagen en weken, zelfs nog een paar maanden duren. Maar in het algemeen verwacht ik dat we eigenlijk een zeer grote move gaan doen om eigenlijk onze weerstand, die we al hebben opgebouwd sedert 17, eind 17, 18, opnieuw te gaan testen en eventueel te gaan breken. Wat dat mij ook vooral sterkt in deze analyse, ik ga even, misschien dat ik het op een weekly wat vlotter kan gaan tonen. Wat dat we vooral ook zien, is we zien voor de eerste keer in de geschiedenis van Bitcoin zelf, zien we eigenlijk op macro timeframe een symmetrical triangle, wat dat veelal niet altijd geen bullish, maar vooral een continuation patroon is. Als de prijs naar beneden komt en we vormen een symmetrical triangle, dan hebben we uiteraard ook een continuation naar beneden, dus het kan ook bearish zijn. Maar ik zie vooral, en eigenlijk zou ik dan liever een Bitfinex er bijvoorbeeld bij gaan nemen. Ik ga je ook hier even alles gaan wissen. Als we deze symmetrical triangle gaan zien, wat is dat eigenlijk, wat dat we aandoen? Dat is, we gaan vooral op zoek naar compressie. Hè. Compressie wil zeggen dat er iets in of onderdrukt wordt of volledig in een hoekje geduwd wordt. Zowel de prijsactie gaat eigenlijk volledig in compressie. Maar wat ons ook opvalt, is dat eigenlijk het volume nog altijd volledig in compressie is. Dus we hebben eigenlijk sedert 17, begin 18, hele goede moves gezien, maar eigenlijk totaal niet ondersteund door volume. Een symmetrical triangle, in de veronderstelling dat het een continuation patroon is, moeten we eigenlijk nog de volledige breakout gaan zien. We moeten eigenlijk nog de nieuwe trend van Bitcoin gaan zien. En we hebben ondertussen of onderweg hebben we wel nette moves gezien, hier naar boven toe, maar ook evenzeer naar beneden toe. Maar let goed op, het volume valt telkens heel hard weg. We geraken hier niet meer boven. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Je moet in C niet veel kunnen analyseren over volume om te zien dat we hier volledig in compressie gaan. Compressie leidt altijd naar expansie. Dat is één iets dat zeker is in trading. Dat is dat compressie naar expansie gaat en expansie naar compressie. Wat dat mij heel hard opviel bij de drop, dat was dat we hier een redelijke uitschieter hadden. Maar ik ben nog altijd niet overtuigd dat dit de definitieve trend is die we gaan aannemen voor Bitcoin. Ik zeg het al een jaar ondertussen in onze Discord-groep ook, dat we eigenlijk, of ik verwacht, een definitieve breakout rond de zomer. Rond juni, juli zie ik een breakout, in met andere woorden, een definitieve en een nieuwe trend voor Bitcoin. Mochten we breken naar beneden toe, dan vrees ik dat het niet schoon wordt en dat we misschien wel terug in de duizendtallen gaan trainen voor Bitcoin of zelfs onder duizend. Als dit gebeurt, dan ben ik daar wel van overtuigd. Nu eerder gaan we naar boven toe gaan uitbreken. Los van het feit dat we gewoon blinde hodlers zijn, wat puur op TA-wise. En dan zouden we met de breakout van de symmetrical triangle ergens rond de, laten we zeggen, rond de 25 tot 30k kunnen uitkomen. En mochten we daar eventueel ook een tijdsanalyse op gaan kleven, uiteraard, ik ga ernaast zitten, een paar maanden, misschien zelfs een jaar, maar in C is dat nog altijd redelijk nauwkeurig gezien over de ganse timeframe. Spreken we ongeveer tegen, laten we zeggen, lente 21 tot eind 21, denk ik, dat we technisch gewijze daar ergens kunnen gaan landen voor Bitcoin. Dus dit is het grotere plaatje. Hou daar ook rekening mee dat je nu niet moet gaan panikeren omdat Bitcoin naar 5k gaat of naar 8k. In C, het grotere plaatje toont aan dat we nog alle tijd hebben om rustig en op ons gemak aan te kopen of eventueel een DCA te doen, terwijl dat Bitcoin op lagere supportlevels zit. Kun je even DCA verder uitleggen, Stijn? Ja, er zijn er altijd wel
discussies rond hoe dat ik DCA interpreteer en toepas, is we gaan eigenlijk, in essentie is DCA, we gaan inschalen. Stel, je hebt bijvoorbeeld 10.000 euro. We gaan bijvoorbeeld elke maand op dezelfde datum of op dezelfde dag gaan we 1000 euro van die 10.000 gaan gebruiken om een coin in te kopen. Ongeacht de prijs, ongeacht wat er gebeurt. Ik zelf ben daar op die strategie niet echt een voorstander van. Ik ben eerder fan om DCA te gaan doen in een uptrend en niet in een downtrend. Stel, je hebt 10.000 euro en je wilt DCA doen op Bitcoin gedurende 1 jaar. En jij zit toevallig hier, al de rest weet je niet. Dan ga jij op 10 maal onderweg naar beneden gaan inkopen. Terwijl dat jij hier bijvoorbeeld, mochten we een jaar verder zijn, zitten we rond de 6k, dan heb je hier eigenlijk een mooi moment gemist om nog lager te gaan inkopen en eigenlijk je gemiddelde aankoop serieus naar beneden te gaan trekken. Ik ben eerder voorstander om, als je natuurlijk wat kennis hebt om bodems te gaan herkennen, om eigenlijk vanuit de bodem uit DCA te gaan doen en gelaagd toe naar boven te gaan kopen. Oké, bedankt zijn. Dus dat is hoe dat ik het benader. Ik weet, de officiële begrippen zijn gewoon vaste bedragen, vaste dagen. Ik zit natuurlijk met de handicap van het technisch inzicht, waardoor dat we altijd proberen, of toch willen, gaan maximaliseren. Nu, dit is Bitcoin hoe dat ik het zie op macro-timeframe. Hoe zie ik het momenteel op Meso? Ik had het gisteren ook, of eergisteren aan Bart nog meegedeeld, dat ik eerder aanzag dat we op support zaten. Op daily timeframe zijn mijn supports momenteel op 6625 en 6500. Al verwacht ik, als we onder deze of aan deze levels nogmaals gaan testen, dan verwacht ik eerder dat deze potentiële rising wedge zou kunnen gaan uitspelen. En dan kijk ik eigenlijk om terug te gaan inschalen, afhankelijk van het momentum die er zich hier op dit moment ook plaatsvindt. Raad ons zeggen rond de 6100 tot een 5800. Daar verwacht ik dat we opnieuw een goede support kunnen vinden en eventueel een bounce. Wordt het dan een dead cat bounce? Dat is een andere vraag, maar dat is wel waar ik naar kijk. Mochten we hier deze eigenlijk is een redelijk nogal bullish support gaan blijven behouden. Wat zijn mijn weerstanden? Voor mij het allerbelangrijkste, hij mag voor mij hoger schieten, al wat hij wil, maar wat is voor mij het belangrijkste, is dat we het level van 8010.02 op Binance Exchange dan vooral gaan wikken op zijn minst. Eventueel mag die gerust erboven of eronder closen, maar ik heb de wiek nodig om eigenlijk onze nieuwe trading range te gaan aanmaken, waarin dat we eigenlijk hier een bevestiging krijgen van een nieuwe trading range met weerstand 8010. En dan wordt onze support definitief 6625. Dus wat moeten we doen nu eigenlijk vandaag? Op dit eerste moment zou ik zeer graag vandaag een close zien boven 7080 ongeveer. Dat wil ik zien. En dan in de loop van volgende week eigenlijk een follow-through of een opvolging om op zijn minst het equilibrium te gaan pakken en bovensluiten in rond de 7380. En dan een verderzetting naar die 8010. Dat is voor mij belangrijk. Wat zie ik ook pattern-wise, dus los van support, resistance en van onze levels, zie ik pattern-wise een rising channel. Op zich zint mij dat wel traag, maar zeker naar boven toe. Weet dat we zeer lang in een channel kunnen blijven, zowel naar beneden toe of naar boven. We kunnen dat gemakkelijk weken tot zelfs maanden in vertoeven. Op zich zie ik nog altijd higher highs, higher lows hier op deze prijsactie. En dan kijk ik enkel naar dit stuk, ben ik nog altijd bullish. Dus ik ga nog altijd zoeken naar betere longs in plaats van te gaan zoeken naar shorts. Afhankelijk van hoe dat we hier in interactie gaan met dit equilibrium, dit zou misschien wel op korte termijn opnieuw mijn bias kunnen veranderen om eventueel terug shorts te gaan zoeken. Maar daarvoor is gewoon wachten op de komende dagen. Ik verwacht eigenlijk begin volgende week verwacht ik wel een goede move opnieuw en genoeg expansie opnieuw. Dus dat is wat ik zie van levels, wat ik zie pattern-wise.
Zeg ik nu met zekerheid al naar boven gaan of naar beneden? Nee, dat zeg ik niet. We hebben een algemeen beeld, of ik heb toch een algemeen beeld voor mezelf en ik weet op welke levels dat ik moet gaan nadenken om te gaan anticiperen of toch op zijn minst de trade te gaan managen. Voorlopig zit ik zelf in longs. Hebben we hier op een daily bullish order blok genomen. En we zien wel wat dat de verdere prijsactie ons gaat brengen. Dus ik ga mij nooit door zeggen van ik denk dat, of ik geloof dat we dit of dat gaan doen. We hebben nooit een kristallenbol. We hebben wel onze duidelijke randen of onze edges. En daarop gaan we onze strategie gaan baseren. Hè. Ik ben zeer benieuwd wat dat Bart ervan denkt. Of hoe dat hij het ziet. Wel, we hebben in het verleden onze charts al naast elkaar gelegd. En met maximum $1 verschil zitten we telkens op dezelfde waarden. Dus ik denk dat dat zeer frappant is. Wij hebben inderdaad jouw scenario hier, Stijn, waarbij je een retest krijgt van die 5,5 tot 6K range. Dat is waar wij inderdaad redelijke aankooporders hebben staan met een paar lowball orders, zelfs beneden de 4000. Mm-hmm. Waarom? Omdat die drop die er daar geweest is op 12 maart en de twee verschillende support levels nadien nog niet geretest geweest zijn voordat we terug naar boven gaan. Dus we zien heel graag daar even een breakout uit die rising channel. Naar beneden. We zien ook het volume neemt af, zoals jij zelf ook uitlegt. Dus het is niet uitgesloten wat ons betreft dat je daar nog een zeer mooie dip gaat krijgen, die dan eigenlijk een mooie koopopportuniteit vertegenwoordigt. De ranges tussen de 25 en de 35 op de tijdshorizon die je uitlegt, is in lijn met onze charts. Dus dat is zeker geen verrassing, denk ik. Maar je hebt natuurlijk het verschil tussen korte termijn resultaat en lange termijn resultaat. Mm-hmm. Lange termijn resultaat. Kijk, je hebt mensen die zeggen, ik heb een aantal coins en het kan me niet schelen als de waarde gedeeld door 2 gaat. Dan is dat goed. Maar onthoud één statement zeer goed voor iedereen. Big money knows the pain limits of small money. Voor groot geld, voor institutioneel geld, kan het perfect aanvaardbaar zijn dat iets 40-50% naar beneden knalt, omdat ze naar het lange termijn opwaarts potentieel kijken. Terwijl voor mensen voor wie hun deelname in de cryptowereld toch een significant deel van hun total wealth is, dat toch wel veel kritischer zou kunnen zijn in interpretatie. En dan moet je gewoon veel korter op de bal gaan managen. Dus kijk gewoon naar je eigen situatie. En nogmaals, in de cryptowereld, net als in eender welke andere belegging, je doet dit niet met geld dat je niet kan missen. Mm-hmm. Je moet er tegen kunnen dat het pijn doet en je moet op dat ogenblik vooral niet moeten liquideren, want dat zou pas zeer pijnlijk zijn. Dus daar moet je van weg blijven. Dank Bart. Ik heb ook nog een vraag, Bart en Stijn. Ik ben geen trader, hè? Dus versta me niet verkeerd. Maar ik heb gezien, Stijn, op je eerste timeframe waar je mee begonnen bent, kun je daar even naartoe gaan? Mijn eerste timeframe, dat was de daily. Dus dat is deze wat we nu op staan. Of was het mijn eerste chart dat je bedoelt? Dat was de monthly. De monthly stand. Ja, dat doet de monthly. Okay. Ja, wel een beetje. Okay. Ja, uw dingen zijn weg. Godverdomme. Nee, je had eigenlijk een trendlijn getrokken, waardoor je in een soort van wedge kwam. Is het belangrijk dat we boven die wedge gaan uitbreken om eigenlijk terug een bullish scenario te gaan krijgen op een lange termijn? Want stel nu dat het naar beneden gaat en dat Bitcoin onder de 4000 komt en dat we in een bearish momentum komen, dan is het perfect mogelijk, als je kijkt naar je supportzone, dat Bitcoin terug naar de $1000 gaat, zoals jij zei. Ja, en eronder zelfs. Ja, 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 zeker, zeker. Dus dan gaan we naar levels van 2017 terug. Kijk, een aankooporder van $240 zou misschien nog niet zo zot zijn als dat zou gebeuren. Ja. Oké. Okay. Ja. Wat daarmee wel zeer frappant is, Bart, dat is dat we, ik kan er nu niet op de 3-month timeframe, hebben we daar een zeer mooie confluence gezien met de eerste start van de uptrend. Dat was ergens rond de low eigenlijk van deze week geweest. Dus rond die 3500 hebben we daar eigenlijk op macro timeframe, of misschien zelfs super macro timeframe,
eigenlijk zeer netjes daar Dine Kendall gerespecteerd. Wat aan mij redelijk veel vertrouwen geeft dat dit voor mij wel eens de laatste kans zou geweest zijn om zeer laag bitcoin te gaan aankopen. Ja, okay. Ja dat, daar ben ik het volledig mee eens, Stan. Maar we kijken toch uit naar de range 6.000, 5.500 tot 4.500. Ja. Is er zeker niet uitgesloten met wat we tot hiertoe zien, hè? Nee, uiteraard niet. Het is vooral anticiperen op hetgeen dat we nu gepresenteerd krijgen. Hè. Ja, maar als... is er een bepaald probleem wanneer Bitcoin onder de support bijvoorbeeld van 4.000 zou komen? Goh, onder de 4.000 nog niet zozeer, nee. Maar onder de 3.336 wel. Oké, okay. Ja, klopt. Ja, klopt. Klopt, ja. Okay. En vandaar ook, dat je die wick zo mooi ziet, die Stijn daar links op zijn scherm heeft staan, die rond de 3.800 zoiets ziet en dan als een pijl terug naar boven geschoten is. En ja, dan zijn de grote krachten aan het spel natuurlijk. Oké. Okay. Ik krijg hier een vraag binnen. Wat betreft de toekomst van Bitcoin, moest die zo laag gaan? Zou er nog geloof zijn in de toekomst van Bitcoin? Absoluut. Massaal inkoop. Dan. Ja, ik denk dat ook. Oké. Okay. Dat is wat ik dan persoonlijk zou doen. Ik kan niemand anders advies geven, maar dat is wat ik zou doen. Wat was dat misschien uit de mindset van iemand die bezig is aan het traden, hè, Bart? Ja, klopt. Maar ik denk, voor de retail is alle geloof en alle vertrouwen denk ik wel verdwenen. Man. Korte termijn toch zeker, ja. Ja. Korte termijn, heel hard. Zeker in deze marktomstandigheden, globaal gezien dan. We zitten nu nog altijd in een liquiditeitscrisis. Ja, als je ziet hoeveel er bij gecreëerd wordt, dat gaat over biljoenen. Ja, dat is een positief punt voor Bitcoin. Algemeen dan weer niet. Maar dat zou wel misschien de doodsteek voor Bitcoin kunnen zijn. Of denken jullie daar anders over? Als Bitcoin nu in deze periode niet presteert zoals sommige fundamentele mensen verwachten, dan is het toch wel... Ja, belangrijk dat het geloof niet aantast van Bitcoin. Goh, als je de whitepaper leest en het zou gecreëerd zijn om zo'n scenario zoals dat we nu eigenlijk meemaken, met heel dat corona-gedoe, maar ook met dat economisch gedoe, als die nu niet zou presteren, ja, dan denk ik inderdaad dat het... Als het nu niet presteert, zal het later ook niet meer presteren. Nee, voilà. En wat betreft mining, ik zie daar ook een serieus gat eigenlijk. Natuurlijk gaat de difficulty aangepast worden, maar dat wil niet zeggen dat miners er genoeg van hebben. Dat is niet mijn winkel, mining. Echt niet. Kijk, voor mij is dat zeer, zeer eenvoudig. Zolang er geld te verdienen valt met een operationeel model, met een redelijke voorspelbaarheid, zal je altijd partijen hebben dat daarin investeren. Dus mining is een mes dat langs twee kanten snijdt. Want hoe meer miners er zijn, hoe kleiner de verdiensten per miners, ongeacht wat de waarde per coin is, hoe minder miners er zijn, hoe groter je stuk van de taart, hoe groter de opportuniteit om geld te verdienen. Kijk, als ik zie, dat in New York de elektriciteitsmaatschappij massaal computing power en elektriciteitscapaciteit in deze periode van lager verbruik verhuurd aan een aantal institutionele financiële instituten. Ja, kijk, die jongens zijn daarmee bezig, hè? Dat is toch simpel? Mm-hmm. Oké, Bart, dat was duidelijk. Top. Zijn er nog mensen met vragen? Ik krijg hier nog een vraag binnen, denk ik. Ja, van Filip. Ja, ook. Heel goede opmerking van Filip. Als er verschillende partijen gaan tussenuit vallen en de andere mining farms zien de opportuniteit om een groot deel van de miningmarkt over te nemen, om zo te zeggen, dan gaat Bitcoin minder en minder gedecentraliseerd worden, of zelfs gecentraliseerd. Bart. Ja en nee. Ik ga me daar niet over uitspreken. Zolang er op meerdere plaatsen in de wereld computers draaien die deelnemen aan het miningproces, blijf je nog altijd in een gedecentraliseerd model. De enige manier om Bitcoin lam te leggen is alle miningcomputers over de gehele wereld tegelijkertijd stop te zetten.
Okay. Zodra er twee computers blijven doordraaien die Bitcoin minen, blijft de blockchain draaien. Zo simpel is het. Oké, bedankt Bart. Nog iemand vragen? Oké. Ik denk dat we grotendeels alles gehad hebben. Dan wil ik vooral Bart en Stijn danken voor hun expertise. En dan om hier aan mee te werken, aan deze call. Wat ons allemaal, zowel mij als de rest hier die aanwezig is, kan laten blijven bijleren. Dus dat is belangrijk in deze call. En dat we mensen gaan behoeden voor eventuele scammers. En eventuele fouten die wij verdiend hebben gemaakt. Dus dat is vooral de bedoeling. David reageert hier ook goed, Bart, wat jij ook aanhaalde. Nodes spelen het grootste deel, of de grootste rol van het Bitcoin-netwerk. Dat is inderdaad zo. Dus nodes is eigenlijk, dat zijn eigenlijk mensen die een bepaald aantal Bitcoins hebben, die helpen, of een bepaald aantal Bitcoins moeten hebben in hun bezit om het netwerk te helpen beveiligen. En dit doen ze door middel van nodes en daar worden ze dan ook voor beloond. Dus ook heel interessant om mee bezig te zijn. Bart, heb je hier eventueel aanvullingen over de nodes? Nee, niet op dit ogenblik. Kijk, er zijn zeer veel verschillende coins, er zijn zeer veel verschillende miningprotocollen. En iedereen die iets wil weten over mining, dan ga je naar een website en die noemt whattomine.com. En je kijkt even naar de verschillende protocollen en de verschillende coins die je kan minen. Je geeft je elektriciteitskost in, je geeft de specificaties van je apparatuur in en die geeft je automatisch weer wat het meest economische is om te minen. Korte termijn, op dat ogenblik, op langere termijn. Dus dat is een wereld die redelijk fact-based te werk gaat. Dat is geen speculatieve wereld. Je moet rekening houden dat zo'n miningapparatuur zeer energie-intens is, veel energie verbruikt, met dus ook elektriciteitsfacturen. En dat is nu eenmaal een wereld die redelijk complex is. Als je op een gegeven ogenblik de minste onvoorspelbaarheid krijgt in je elektriciteitskost, dan kan dat volledig je volledige ROI en P&L vernietigen of juist boosten. Ja, oké. Ik zie nog een vraag van Dries tussenin. Hebben jullie een vast tramien wanneer je verkoopt? Bijvoorbeeld bij x aantal percentage stegen dan verkopen. En dan het tweede deel van de vraag is eigenlijk, ik zoek een strategie zoals DCA. Bart, wanneer ga jij verkopen, Bart? Wel, ik verkoop gradueel op resistance levels om dan via shorting terug in te kopen en de zak te vergroten. Dus telkens als we op een support level komen, ongeacht of dat nu met een breakout patroon is of niet, dan kijk ik naar het macroniveau, daarna kijk ik naar midterm, daarna kijk ik naar shortterm. Dan kijken we naar de verschillende analyseparameters, de verschillende indicatoren. En dan ga je beslissen, case by case, of je gaat verkopen of niet. Als wij coins in portfolio nemen met als puur target profit maken, ofwel in bitcoin ofwel in dollar, dan zetten wij de profit targets op het ogenblik dat we de aankoop doen. Wordt die profit target gehaald, dan verkoop je. Punt. En je kijkt niet terug. Je mag nooit spijt hebben om winst genomen te hebben. Als de koers dan verder doorstijgt, dan kan je gebaseerd op een nieuwe analyse altijd nog beslissen om terug een nieuwe positie in die coin te nemen. Er is niks dat jou daarvan tegenhoudt. De grootste gevaren treden op wanneer je een mooie run ziet komen, je profit target gaat voorbij en je beslist om de profit niet te nemen. En voor je het weet is al je profit terug weg. Dus daar moet je zeer goed mee uitkijken. Ik heb liever mensen die profit nemen op een vooropgestelde target, of dat nu 10% is, of 30%, of 300%, het maakt niet uit. Maar neem je profit die dat je bepaald hebt op het ogenblik dat je de positie geopend hebt en beslis nadien of dat het de moeite is om een nieuwe positie te nemen of niet. Oké, bedankt. Ik zie hier ook nog een laatste vraag, denk ik. Hè, want het is de bedoeling dat we ook geen 3 uur gaan uitweiden. Het moet ook interessant blijven. Van Tom, hebben jullie enkele coins buiten Bitcoin die jullie overtuiging treft? Is dat een fundamentele vraag of is dat een technische vraag? Tom, kunt jij heel even antwoorden in de chat of het puur fundamenteel... Nee, of Gleise, sorry.
Gleisje kunt geven antwoorden of het fundamenteel of technisch gezien. Okay. Interessant als investering. Dus ik veronderstel op lange termijn. Nou, ik denk sowieso een deeltje Bitcoin. En Ethereum, ik denk dat dat al de twee basis zijn. Eventueel een beetje in een stablecoin. Precies, Stijn. mijn mond scheurt. Precies, Stijn. Het is goed. Nee, maar in het algemeen zijn dat wel de twee basis, denk ik, als investeringen. Ik zelf ben een grote fan van AGI als project. Dat weet je, of de meesten weten dat wel, die mij kennen. Al presteert hij niet goed, maar toch als investering is dat waar ik naar kijk, vooral dus artificieel. Maar eigenlijk misschien in het algemeen... Ja, iemand kan wel een coin roepen en dit en dat, ja. Maar eigenlijk moet je een beetje kritisch zijn voor jezelf en durven denken van... als investering denk je sowieso al niet op volgende week, maar denk je dan over maanden, misschien zelfs jaren, 1 tot 5 jaar. Waar gaat de wereld volgens u binnen hier en 5 jaar staan? Hoe zal onze maatschappij eruit zien? En wat hebben wij nodig als maatschappij? Dan denk je dat je moet op zoek gaan naar de hoekstenen van de maatschappij. Energie zullen we altijd nodig hebben. Voeding zullen we altijd nodig hebben. Ik zie ook vooral artificiële intelligentie opkomen, transport. Dus ik zou een beetje voor mezelf gaan denken van... Wat is voor mij belangrijk? Waar denk ik dat mijn kinderen bijvoorbeeld... Dat dat voor hen volledig standaard of normaal gaat zijn? En ga dan wat projecten gaan opzoeken die in die hoekstenen zitten. En kies er dan... Stel dat je er dan 10 of 20 tegenkomt. Neem dan degene dat je wat kent en vooral ook zet die in op ene coin, maar neem er een paar desnoods van die hoekstenen. Dat is eigenlijk vooral mijn advies, als ik dan een advies zou en kan mogen geven, van denk even voor jezelf, wat is goed? En wat denk je dat de wereld naartoe gaat? Denk er even over. Nou, misschien is dat een leuke vraag. En kunnen we volgende week al een keer luisteren als Gleisens het denkwerk heeft gedaan en waar hij mee opkomt. Ik weet niet hoe dat Bart... Wij hebben in ons beheer uiteraard een aantal favorieten. Maar, nogmaals, dat is omdat wij er dagelijks op zitten, 24/7. Dat is niet omwille van de technologische inhoud. Er zijn er een aantal waarvan we zeggen... Dit is een serieus groeipotentieel, een factor 10, een factor 100. Dus die nemen we in portfolio. We passen dollar cost averaging toe om die portfolio te vergroten. We passen scalping toe om die portfolio te vergroten. We shorten met een deel van de portfolio om de zak te vergroten. Maar ook daar hebben we profit targets. Kijk, als een project niet presteert, dan moet je ook de moed hebben om te zeggen exit. Ja, en de wereld is niet cast in stone. Ik kan niet voorspellen, zeker niet met de huidige situatie, want er is een globale economische en financiële reset bezig. Dus niemand kan weten hoe de wereld er gaat uitzien binnen een aantal jaren. Wat je wel kan gaan afleiden, is een aantal sectoren waarvan dat je ziet dat die doorstoten, ook in deze tijden. Alles wat met transport en logistiek te maken heeft, zoals Stijn gezegd heeft. Alles wat met gaming te maken heeft. Maar ook daar, wees alsjeblieft voorzichtig, want het zijn dikwijls niet de eerste entrants in die markt die de revolutie veroorzaken. Ja? Dus het kan best zijn dat er 5, 6 coins zijn die een bepaalde markt aanboren en dat er dan plotseling een 10e of 12e speler komt die zo revolutionair naar die wereld kijkt dat hij de rest gewoon van de taart van de kavel weegt. Dus je moet dat echt permanent bekijken. Dat is net zoals dat je zou investeren in aandelen van bedrijven. Dan doe je je onderzoek, je koopt aandelen en als een bedrijf niet presteert of de aandelen presteren niet, wat doe je dan? Ga je die vasthouden? Nee, dan verkoop je ze. Want dat is in de crypto-wereld net hetzelfde. Ja. Okay. Dat is zeer goed, Bart, dat je daar de nadruk ook op legt om het durven te verkopen als de boel instart.
En dat je niet vasthoudt tot als die volledig naar nul gaat. Hè? Want er kunnen inderdaad, zoals dat gezegd, voor een Facebook, voor een Google, waren er ook genoeg alternatieven die we toen in de tijd wel goed kenden. Hè? Denk maar aan een MSN of een Yahoo of wat dan ook. Al die projecten toen in die tijd waren wel goed, maar welke zijn er nu volledig als grote dinosaurussen blijven staan? Dat waren projecten dat we toen nog niet kenden en toen nog niet wisten. Dat zal nu inderdaad ook niet anders zijn. Ja, oké. Ik ga mijn aanvulling hier uiteraard ook opgeven, omdat dat een beetje mijn data is. Ik zie hier dat Stefan ook zegt, DR, do your own research, zeker heel belangrijk. Want ik kan, net zoals Stijn er juist al zei, wel roepen welke coins ze moeten hodlen. Hodlen. Maar dat wil nog niet zeggen dat die coin gaat slagen. Het kan zijn dat ik nu een coin roep en dat ik die binnen 2 jaar niet meer roep. Omdat ik die opgevolgd heb en omdat ik zie dat het project niet voldoet aan mijn normen en waarden. Als fundamenteel analist dan. Dus het is belangrijk als jij een fundamenteel analyse doet, dat je heel veel werk steekt in je onderzoek. En dat je ook kijkt naar hoeveel het team waard is en of er eigenlijk nood is aan een zulk project in deze huidige situatie en in de toekomstige situatie. Dus net zoals Stijn en Bart aanhaalt, supply chain, waar VeChain dan heel hard in het beeld komt, is een heel goede investering in mijn ogen. Want eender wanneer gaat je supply chains nodig hebben? Voedsel gaan we altijd blijven nodig hebben en luxe producten. Minder, uiteraard. Het is heel belangrijk om nu in jezelf eens te gaan nadenken wat belangrijk is in het leven en wat de basisbehoeftes zijn om een fundamentele analyse goed te kunnen maken. Het is nu de moment, op momenten als deze, wanneer het slecht gaat, om te beseffen waar de noden zitten. En dat is een heel sterk iets wat we nu tegenkomen. Dat zet ons met ons voetjes op de grond en dat gaat ons ook helpen om eigenlijk goede inschattingen te maken op toekomstperspectief. Buiten dat zie ik hier dat Stefan Link Engine Atom en Basic Attention Token aanhaalt. Zeker heel mooie projecten. Link ben ik ook heel grote fan van. Engine ook. Wat zie ik als ik deze coin zie? Dat hij ook zijn research heeft gedaan en dat zijn portfolio gespreid is. Dus het is heel belangrijk dat je portfolio gaat spreiden en niet alleen maar een payment token gaat steken. Want als er maar één van slaagt, ja, de rest is failliet. En volgens mij is Bitcoin in mijn ogen, en misschien Dash voor de minder bedeelde landen, zal ik maar zeggen, twee coins die in de toekomst veel kunnen teweeg brengen. En dan Litecoin, ja, dat is iets waar ik op dit moment mijn handen van afhoud, bijvoorbeeld. Basic Attention Token gaat zich dan ook meer richten op privacy browser gezien. Dus die gaat dan concurreren met Google. Als je ziet hoe groot Google op dit moment is, is het wel een coin om eens stil te staan. Op lange termijn dan. Dus ja, zeker interessant om in verschillende gebieden uw onderzoek te gaan doen en of daar eigenlijk een gat in de markt zit. Zoals Artificial Intelligence zijn. Oké. Dat was mijn aanvulling. Oké, dan stel ik voor dat we hier gaan afsluiten en dat we de rest gaan houden voor de volgende community call. Volgende week zondag gaat deze plaatsvinden op hetzelfde tijdstip. En vanaf dan zal het om de 2 weken zijn. Ook voor de mensen niet te hard te belasten en om het interessant te houden. Moest er in die tijd vragen komen over bepaalde projecten, over bepaalde nieuwsartikelen, dan kunt u altijd terecht bij ons. Wist ons, Fairtrader, IT2Profit en Trade.be. Dus dit gaat in de toekomst meer het geval zijn van community calls te doen. Goed? En als er een reden is om het toch frequenter te doen, dan zullen we dat ook wel doen. Maar we willen inderdaad niet overbelasten, zoals Tim aanhaalt. Dus om 2 weken lijkt ons een goed interval. Mm-hmm. En als er een reden is om het toch ad hoc frequenter te doen, dan zullen we dat wel doen. Ja, volgende week is er op uitzondering ook nog een community call, omdat we de laatste paar weken geen hebben gedaan. En vanaf dan zal het om de 2 weken zijn. Goed? Oké. Okay. Zeg, heel erg bedankt. Dan wens ik iedereen ook veel succes. Bedankt, Stefan. Voor u hetzelfde. En bedankt voor de appreciatie van de mensen die hier aan hebben deelgenomen.
Het zal zeker niet de laatste zijn. Goed? Bedankt. En tot de volgende. Oké, thank you. Bye-bye.